Kluivert. Ja. Kluivert, ja. Kluivert, 1-0. De Jong, slim gespeeld. Is dit de beslissing? Dit is de beslissing, denk ik. Wat een sfeer in de Johan Cruijff Arena. Ajax vernedert Olympique Lyon. Een wedstrijd zoals je hem zelden ziet. Je moet luisteren. Je moet gewoon doen. Ajaxide, welkom weer bij een nieuwe Ajax Live podcast onder de rook van de Johan Cruijff Arena vanaf de redactie van Ajax Live. Ik ben Errol en vandaag heb ik een vaste co-host, een soort bro-host, zo kan ik het ook noemen in principe. Roy, welkom, fijn dat je er bent man. En voor de luisteraars Roy, wat is jouw eerste Ajax herinnering eigenlijk? Allereerst goedenavond. Goeie vraag, Errol. De eerste Ajax-herinnering. Ik denk dat ik terugga naar de leeftijd wat denk ik veel kinderen wil hebben. 5-6. Ja. Van Basten, Pettersson in de spits. Later Bergkamp. En mijn vader die werkte bij een Amsterdams bouwbedrijf. Hille en Roze. En die hadden hun Sinterklaasfeest in het Spelershoofd van de Meer. Wow. Dus ja, dan had ik me dat achteraf maar beseft dat daar gebeurde. Want ik was alleen maar bezig met die oude man met die baard die een cadeautje op zak had, hoopte ik dan. En ik was wat minder bezig met mijn omgeving. Maar als ik dat dan achteraf hoor, denk ik, ja, dat was wel gewoon in het hart van Ajax. Mooi. En even later ga je naar de open dag en dan sta je een kwartiertje te keuvelen met Peter van Vossen. Want dat was de enige speler die niet zoveel te doen had bij de handtekeningssessie. Ja, dat eigenlijk. Mooi. We hebben natuurlijk nog iemand hier binnen nu van de redactie. Floris, welkom. En Floris, we gaan het vandaag over een heleboel dingen hebben. Jij gaat ook ons proberen mee te helpen hoe we FC Twente, of Ajax natuurlijk, FC Twente kunnen gaan verslaan. Allemaal in detail. Nou, valt wel mee. Daar gaan we over praten natuurlijk. Er zijn vandaag ook weer heel veel belangrijke dingen gebeurd met een derde shirt. Daar komen we straks op terug. Maar ik wil toch nog even terug met jullie welbevinden naar Ajax NEC, NEC moeten we zeggen, Ajax NEC. Die tweede helft, daar zet ik echt mee in mijn maag. Snappen jullie dat een beetje? Of? Ja, ik snap dat volledig. Vorige week was ik hier niet, want ik was nog op vakantie. Dus Mark van Heuvel, dank voor het waarnemen van de honneurs. En op vakantie dacht ik op een gegeven moment, na het heel lang bekijken van mijn tijdlijn, ik ga toch maar eens een linkje opzoeken om die wedstrijd te gaan kijken. En iedereen begrijpt op vakantieadres hoe lastig dat soms kan zijn. Inmiddels was het 4-0 en zag ik live die vijfde net invallen toen ik eindelijk een stream op had. Nou, dan ga je er nog beter voor zitten en toen viel het de tweede helft wel een beetje tegen. Ja. Maar goed, ik heb dat natuurlijk heel anders beleefd dan jullie als luisteraars in het stadion of die wel gewoon ESPN hadden staan. En Floris ook, denk ik. Ja, ik zat op de tribune en de eerste helft was natuurlijk genieten. De tweede helft is dan toch... Ja, maar je bent ook typisch Ajax-ziet, hè? Je wint met 5-0 en je gaat dan toch een soort van teleurgesteld naar huis. Ja, dat. En zeker omdat je weet hoe vaak hebben we de laatste jaren... is het doelsaldo aan het eind van het seizoen niet ontzettend bepalend gebleken. En dan had je er graag in de tweede helft nog een paar bij geprikt. En dat had tegen dit NEC natuurlijk prima gekund. Ja. Het is ook een beetje van... supporters zijn heel lang niet in het stadion geweest... En dan is er zo'n wedstrijd en dan ga je ze toch ook gewoon die tweede helft iets nog meer geven. Je geeft ze wel veel als speler misschien in die eerste helft, maar daar zat veel meer in ook volgens mij. Ja, en toch blijf je wel geïnteresseerd zitten. Nicky had er op onze website Ajax Live met hem ook iets over geschreven. En dan valt een David Neres in. Nou, geen basisspeler die wedstrijd. En ben je toch benieuwd, gaat hij misschien nog wat laten zien? Ja. Verrast hij je nog? Ja, dat bepaalt niet, zou ik bijna zeggen. Nee. Hij speelde vanaf links, hè? Ja. Dat bevalt dan toch niet zo heel goed. Heeft ooit wel heel fijn bevallen. Zoals Real Madrid uit, kwam je ook een beetje zo vanaf de linkerkant. Maar in dit geval ging het niet zo lekker, volgens mij. Nee. Ja, jammer genoeg, want inderdaad, de spoeling op linksbuiten is heel dun. Waar die op rechtsbuiten heel dik bezaaid is, als Anthony daar straks ook nog eens bij komt. Dus het zou heel fijn zijn, ook voor Neres zelf, denk ik, als hij zich een beetje gaat specialiseren op linksbuiten. Dat geeft hem uiteindelijk toch meer speelminuten. 100%. Nou ja, zeker. Ik ben ook wel benieuwd wat er in Europa gaat gebeuren. Kijk, vorig seizoen stonden er natuurlijk geen vinkjes achter de naam van Haller. Maar wat gaat Ten Hag in Europa doen? Gaat hij dan Tadić toch even goed weer in de spits opstellen? En ja, dan komt er wellicht ook voor Neres weer wat meer ruimte op links. Ja,
Nou, zou zomaar kunnen. Nou, supporters hebben ook gestemd bij ons op de Ajax-sheet van de wedstrijd. Dusan Tadic vind ik eigenlijk wel een logische. Nou, hoe hij die goal maakte, hoe die bal op zijn pantoffel nam en in het dak van doel schoot, dat was echt, jemig. Ja, nou, en Masraoui is dus een tweede geworden in de stemming, zeg maar, na het stemmen. En dat vind ik ook wel goed. Die jongen moet ook eens een keertje gewoon echt een seizoen echt gaan vlammen, wat mij betreft, toch? Ja, inderdaad. Kijk, Masraoui is natuurlijk de afgelopen seizoenen, heeft hij altijd wel wedstrijden gehad waarbij je denkt, ah yes, dit is een beetje. En dan juist op dat moment raakt hij geblesseerd of is hij even wat minder zichtbaar. Ja, ik denk dat dit voor hem het jaar gaat zijn dat hij een van de dragende spelers gaat worden. Ja. Een rechtsback is dat nooit zo snel misschien. Nee. Maar goed, gezien zijn dienstjaren inmiddels in Ajax 1 mag je dat verwachten. En ik denk dat hij dat zelf ook wel verwacht. Ja. In ieder geval blij dat hij daar nog steeds loopt. 100%. Nou, absoluut. Een leuk joch ook. Hij schoof ook aan bij de persconferentie na afloop van die wedstrijd. En ja, hij zit er heel goed in. Hij heeft ontzettend veel zin in het seizoen met Ajax. Wil ook echt weer knallen. En hij gaf ook aan dat veel van zijn blessures te maken hadden met pech. Hè? Een bal op je oog krijgen, dan mag je echt wel van pech spreken. Ja. Maar het kwam ook wel aan de orde dat het toch ook wel iets te maken had met wat meer voor je vakleven. Dat moeten we ook niet te zwaar zien, maar dat gaf hij uiteindelijk zelf ook wel aan in reactie op de woorden van Ten Hag erover. Beter je rust pakken, toch nog even 10 minuutjes per dag langer in het krachthonk. En hij zegt, ik moet gewoon zoveel mogelijk zorgen dat ik die pech uitsluit. En dan moet ik nog harder voor werken. En dat doet hij. Nou, kijken hoe dat dan ook gaat met Berghuis natuurlijk. De rechterkant. Die was toch derde ook in de verkiezing, dus dat is goed. Veel waardering ook. En dat vind ik fijn. De man kan gewoon echt heel erg goed voetballen. Er zit heel veel emotie op ook voor mensen die daar natuurlijk, die vinden daar van alles van en zo. Maar ik vind het wel echt, ik vind het een Ajax voetballer. Maar goed. Zeker. Nee, zeker. Kijk, en vanuit de kant waar die vandaan komt, noem ik het maar even. Oké, Feyenoord. Nee. Zijn er natuurlijk wel vaker spelers geweest die je eigenlijk prima in een Ajax shirt had willen zien. Je zegt het niet graag hardop, maar er zijn natuurlijk altijd wel spelers. En daar is Berghuis er zeker één van, die gewoon met creativiteit heel veel kan brengen. Het gewoon een leuke voetballer is. Met zijn acties, met diepgang, met snelheid. Nou, nu word ik heel erg bijna trainersjargon. Maar inderdaad, hoe hij die bal uiteindelijk afgeeft op die 5-0, is gewoon prima. Ja, en dan krijg je mensen die dan zeggen, had hij voor eigen succes moeten gaan? Had hij die bal op moeten eisen? Als ik daar iets over mag zeggen, ik weet niet of jij dat nog gaat staan. Maar ik denk verstandig, weet je. De druk is enorm op die jongen. Ja. Laat hem maar even rustig aan erin groeien. En weet je, dat hij nu die bal laat aan Labiat. Dat doet hij misschien nog 2 keer en daarna eist hij hem op. Dat zou prima zijn. Ja, absoluut. Dit had hij zich bij Feyenoord natuurlijk nooit laten aanleunen. Nee. Maar zijn positie is hier anders. Zijn rol is hier anders. En laat hem maar langzaam een beetje in die rol groeien. En dan heeft hij daar uiteindelijk alleen maar meer profijt van. Ja. En wij allemaal. Nou lag die bal ook wel beter voor Berghuis. Maar mensen deden ook wel alsof Labiat helemaal geen vrije trappen kan trappen. Dat kan die man natuurlijk geurs wel. Zeker. Dat heeft vooral in de voorbereiding, kan ik me herinneren, van vorig seizoen heeft hij dat een aantal keer laten zien. Ook in het lopende seizoen, in de weinige speelminuten die hij kreeg. Die man kan wel een vrije trap nemen. Ja, voorbereiding tegen FC Utrecht was dat geloof ik hier ook. Ja, proost. Ja, laat hem smaken en zo. En Roy, maar toch, oké, we gaan dan hopen dat Nusa hier ook gewoon dan bijtekent even. Want dat is nog wel van belang. Ja, hij zegt het heel graag te willen en iedereen wil het heel graag. Ajax wil het graag, Masraoui wil het graag, iedereen wil het graag. Maar ze blijven maar in gesprek. Dus, we gaan hem even een pen brengen en dan komt het vast goed. Ja, misschien is dat wel gewoon wat er moet gebeuren. Dat er gewoon een werkende pen... dat zou zomaar kunnen. Ja. Roy, nog 10 dagen te gaan. Er zijn wel andere markten en landen die nog langer open zijn. Maar wat vind jij dat er echt nog moet gebeuren als je naar deze selectie kijkt? Nou, laat zich wel een beetje raden, denk ik. Ten eerste, ik vind dat Ajax, en ook vorig jaar was dat wel het geval, bijna alle posities goed dubbel bezet heeft. Ja. En de posities waarover je nu kan twijfelen of dat zo is. Nou, eentje is geen twijfel, een spits. Haller is en blijft, denk ik, spits nummer 1. Zijn prestaties vallen ook mij wat tegen. Althans, zijn meevoetballende kwaliteiten. Je hoopt op meer, je wil meer zien. Aan de andere kant denk ik dat als je Haller gewoon laat staan, dat hij er gewoon 25 in gaat prikken. Schrijf maar op, als hij fit blijft. Maar goed, hij moet wel concurrentie voelen. Ja. En datzelfde geldt een beetje voor de linksback positie. Nico Tagliafico natuurlijk vorige week al door jullie besproken met zijn rode kaart. En daarbij ook benoemd dat zijn directe tegenstander daarvoor al 2 ballen in het netje had liggen.
Ja, dat zijn geen lekkere cijfers. En ik hou me oprecht heel erg veel van Nico Tagliafico. Ik wil dat hij voor altijd blijft. Heerlijk hoe zij zijn grinta met zijn voetbal combineert. Maar toch ook voor hem is het goed, denk ik, als er een concurrent achter hem zit die hem gewoon scherp houdt. Ja, en dat zijn wat mij betreft de twee posities waar nog wel gezocht mag worden. Georgios Gakoumakis is beschikbaar, mensen. Topscorer Eredivisie. Ja, je zegt... Niet doen. Oké. Vertel. Ik zal het even kort uitleggen. Ik zie flitsen van Shota Arveladze als ik hem zie spelen. Ik denk van, nou, het is er wel eentje die kan ook zo als in de 16 acteren. Als jij de naam Arveladze bij mij noemt, dan word ik gelijk enthousiast. Hè? Dat weet je. Dat doe je gewoon expres, toch? Doe ik expres. Ja, ik probeer als we dat zeker weten, moeten we hem halen. Ja. Nee, ja. Ja. Maar jij bent stellig. Ja, nou goed. Die jongen heeft bij VVV natuurlijk fantastisch gedaan. Ondanks dat is VVV gedegradeerd. En hoe vaak zal het voorgekomen zijn dat de topscorer uit Nederland van de degradant vandaan komt? Ja. Dat zal niet heel vaak gebeuren. Dus ja, dat is absoluut knap. Maar voetballen bij VVV is wel even iets anders dan voetballen bij Ajax. En als je het vergelijk met Arveladze maakt, ga ik die even heel flauw maken met Maglas. Die werd ook als Griek topscorer van de Eredivisie bij een wat mindere club. Hoewel Vitesse nog wel een standje hoger stond aangeschreven, ook toen, dan VVV. Ja. Maar we kunnen nou niet zeggen dat nou een enorm succes was. Nee. Eerder een soort Griekse tragedie. Ja. Ook nog geel-zwart, hè? Je weet het natuurlijk nooit hoe het loopt. Maar de stap van VVV naar Ajax, hoe je het ook went of keert, is altijd veel te groot. Enorm. Dat zou een tussenstap logisch zijn. Ja. Nou, we gaan ervan uit dat we Mark en de scouts allemaal goed in hart aan het werk zijn om die jaart eventueel nog op te vullen. Als ze dat ook al zo zien, uiteraard. Neres weg of niet? Wat vinden jullie nou? Want aan de flanken is er overbezetting, vind ik soms. Aan de andere kant, ja. Ik vind het zo lastig, joh. Het is met Neres zo'n Jantje lacht, Jantje huilt. De ene keer dan hou je van die man en dan doet hij dingen. Hè? Als ik hem de laatste tijd dan weer zie, dan word ik er niet direct heel vrolijk van. Nee. En dan vraag je af, misschien is het beter om verder te kijken. Maar hij kan je ook zomaar weer in positieve zin verrassen. We gaan het straks natuurlijk nog hebben over derde shirt. Ja. Maar als ik iemand in het derde shirt wil zien, tuurlijk. Dan is het dan Neres. Dat is degene die hem het beste past, denk ik. Ja. Maar ook waar we net al over hadden, Neres zou zich eigenlijk moeten laten specialiseren op linksbuiten. Wil hij, denk ik, veel minuten gaan maken. Daar heeft hij natuurlijk nogal een concurrent voor zich staan in de persoon van Tadic. Die laat zich ook niet graag wisselen. Nee. En dat doet Ten Hag ook niet graag. Desondanks zal ook die man een keer geblesseerd raken. De spitspositie in gaan vullen. En dan is hij wat mij betreft daar de juiste persoon. Als het niet zo is, dan heb je aan drie man op rechtsbuiten veel te veel. Ja. En dan zou het ook voor hem goed zijn, denk ik. Als hij uitkijkt naar een andere club. Je noemde het net al, we gaan het sowieso straks over FC Twente hebben. Dat gaan we uitgebreid doen, want dat doen we iedere podcast. Gaan we vooruitkijken naar de komende wedstrijd. Maar eerst, jamaan! Het derde shirt. Mensen. Ik heb hem maar nog niet thuis, binnen, maar wel besteld. Nou ja, als we hier uit het raam kijken, dan zien we de rij staan tot aan de fanshop. Het is echt niet te geloven. Het is echt niet te geloven. Ja, bizar hè. Jij zegt ook al, ik heb hem. Hier staan vier veertigers, soms misschien nog een tandje erbovenop. Maar hoe Ajax het voor elkaar krijgt, weet ik niet. Maar ik heb het derde shirt van vorig jaar gekocht. Ik heb het thuisshirt van dit jaar gekocht met het oude logo. En deze stond ik ook weer vooraan in de rij. Ik moet ze hebben en dat is heel gek, want ik heb in 20 jaar geen Ajax shirt gekocht. Nee. Maar het is de combinatie van natuurlijk de schoonheid van het shirt, maar ook de marketingmachine eromheen, waar ik dan blijkbaar toch gevoelig voor ben. Ja. Een soort FOMO heet dat volgens mij. Ja. Fear of missing out. Ja. Wow. Ja. En ik kreeg ook wel, ik weet niet, het shirt ligt hier voor me, Floris. Zeker. Ja, het is een mooi shirt. Ik kan niet anders zeggen. Ja. We kunnen eerst maar eens even luisteren, want Kimani Marley, een van de 120 zoons die hij natuurlijk heeft, ondertussen, was in het stadion bij ARK Athene. Dat was rust. En hij deed het liedje, Three Little Birds. En toen ging hij voorzichtig naar binnen en toen gebeurde er dit.
Ja, weten jullie wie de goal maakte toen? Taja Fico, hè? Yes. Ja. Scoorde hij de twee, hè, die wedstrijd? Ja, volgens mij. Ja, hij scoorde de twee. Ja, maar dit was, ja, maar dit was echt een schitterend moment, ja. Ja. Vlak naar rust. Iedereen zat nog helemaal in de vibes van Three Little Birds. Ja. En wat doet hij? Hij tikt hem gewoon helemaal lekker erin, zeg. Dat en was volgens mij stond zoon Marley op dat moment nog op Zuid zijn laatste noten te zingen. Terwijl de scheidsrechter het spel al lang weer had voortgezet. Volgens mij was hij het veld nog niet af. Nee, precies. Het liep naadloos in elkaar over. Ja, perfect. Perfect dus moment. Is echt helemaal lekker, toch? Was dat bij Neres ook niet zo toen hij tegen Juve thuis? Dat was ook volgens mij zo'n moment. Ook zo'n moment. Echt net in die minuut na rust, terwijl het publiek nog... Om dan zo'n shirt te hebben in die stijl, dat doet Ajax zo waanzinnig goed. Weet je, Ajax niet voor niks al een jaar of drie de meest sexy club die er is. Weet je kan je zo voorstellen dat al die toeristen die hier in Amsterdam rondlopen, die dat shirt zien met deze kleuren. Ajax doet het gewoon, weet je, om zoiets te lanceren. Nou ja, zeker nu natuurlijk dit shirt ook wereldwijd verkrijgbaar is en Adidas dat ook wereldwijd voor Ajax distribueert. Ja, dat dit shirt gaat echt keihard verkopen en niet alleen binnen Nederland, denk ik. Nee, klopt. En kijk, natuurlijk, Ajaxiders en Ajaxiders, supporters zijn supporters. Wij zijn de meest kritische van allemaal. Dus ook in dit shirt zullen er ongetwijfeld weer details zitten waarvan je denkt, had het niet beter zo of niet beter zus of niet beter, weet je? Wil Jamaica op de mouw in plaats van Curaçao? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dat is al een ding. Ja. Het Adidas logo, weet je wel? Dat Adidas classic logo. Echt traditional logo. Ja hier had inderdaad het klassieke Adidas. Het wietblaadje bijna is dat, weet je wel? Dat is toch, ja. Ja, mogen we zeggen. Want ik vind, je moet altijd kritisch blijven. En ik wil hem niet voor jullie voeten wegmaaien. Maar ik zag van jullie net nog een opmerking voorbij komen over de hoofdsponsor op de borst. Juist. Kijk, Ziggo. Ja. Dat is dus een van die 128 zoons. Ja. Zicky gewoon. Zicky. Had ook wel op het shirt mogen staan. Perfect. Zicky Marley heb ik in Amsterdam live zien optreden. En als ik een soort kloon van zijn vader, maar hij maakt eigen nummers, dus dat is helemaal oké. Dit was echt... hoge schoolniveau reggae. Het zat er echt helemaal in. En je dacht af en toe ook van, hé, die stem. Ja, Bob, Zicky. Gewoon heel goed. Lekker. Ja, jullie hadden laatst al op je site natuurlijk de creatieve mensen aan de gang gelaten met het ontwerpen van een uitshirt. Dus misschien kan iemand die dit hoort nu aan de gang met het ontwerp van dit shirt, wat voor ons ligt. Ja. Met de opmerkingen die wij net meegegeven hebben. Klopt. Het oude Adidas logo, Ziggy in plaats van Ziggo, Jamaica in plaats van Curaçao. Ja, ook die oude moet dan terug. Die oude, dat zou helemaal mooi zijn. Zou dat, ik weet niet hoe mooi dat staat. Ja, tegenwoordig kunnen ze dat oude logo toch ook in alle manieren toepassen? Ja, precies. Ze zijn moeten inkleuren. Nu is die helemaal rood natuurlijk met drie rode sterren. Die sterren zouden misschien ook nog in de Jamaicaanse kleuren. Zijn het Jamaicaanse kleuren? Niet helemaal. Rasta kleuren natuurlijk. In de AliExpress variant was dat wel zo. Ah, mooi. Dan zie je hier aan dat het een echte is die voor ons ligt. Ja. Ik vind ook de bedrukking onwijs mooi trouwens. Ja. Ja, dat is heel fijn. Ik draai het shirt even om. Ja, voor de kijkers thuis. Ja. Inderdaad. Gele bedrukking met de omlijning eromheen met het rood en groen. Ja, dat aanvankelijk wilden ze rode bedrukking op de rug doen. Maar ja, geel knalt er toch wel beter af natuurlijk. Ook voor mensen thuis, voor de buis en ook in het stadion. Ja. Dus uiteindelijk hebben ze toch voor geel gekozen. Waanzinnig mooi. Het is echt, wat ik zei net ook wel een beetje in herhaling, maar zo... Een soort van sexy dat Ajax het doet, weet je wel. Ja, natuurlijk, het is om ons als supporters te pleasen. Dat is prachtig dat ze dat doen. Maar alleen al dat introfilmpje, man. Ja, dat is ook goed. Ik serieus, als Ajax supporter ben ik dan gelijk trots. Ja. Dan denk ik, dit is mijn club. Dan sta ik in de rij. Het mooiste wat we op social zagen was iemand die zei van... ik wilde dat shirt heel graag gaan kopen, maar besefte hem opeens dat ik voor Feyenoord ben. Ja. Nou, dat is toch het mooiste compliment wat je kunt krijgen dan. Zeker. Heel fijn. Ja. Nou, we zitten toch lekker in de muziek en laten we daar dan ook even mee doorgaan. Je hebt Duke.nl, dat is een radioplatform. En die heeft met Ajax Club Radio samen bedacht dat het wel een goed idee is om de 100 beste Ajax liedjes volgens supporters te gaan introduceren. En toen dacht ik van, Roy, je bent er nou toch. We hebben het over muziek. Waar ga jij nou echt lekker op, Roy? Wat vind jij nou een muziekje wat je graag hoort in het stadion? Nou, ik ga op heel veel muziek lekker. Maar inderdaad, in het stadion zelf heb ik het liefst gewoon klassiek Amsterdamse muziek. Ja. Dat past bij ons club. Er zijn natuurlijk heel veel stadion nummers met een harde house beat bijvoorbeeld. Nou, ten eerste moet je daarvan houden. Ten tweede, er zijn wedstrijden bij waarbij die harde house muziek voor mij niet zo hoeft. Eens. RKC thuis, jongens uit Waalwijk, even oren dicht, hoeft het voor mij niet zo. En dan heb ik liefst gewoon lekker een beetje lekker Amsterdams nummer. En dat kan, het lekkerste vind ik zelf, want ik vind het uitvak ook altijd een hele prettige. Dat je hoort,
Ik zit al! En dan het hele uitvak mee. Ja. Dat hoor je zelden nog, maar... Heel goed. En dat komt ook ergens vandaan. Mijn hele leven lang ben ik altijd een Ajax-supporter geweest. Het mooiste voetbal komt daar weer meer. Daar is het altijd feest. Que sera, sera, whatever will be, we're coming from Amsterdam. Que sera, sera. Ja, en dat is al Amsterdams. Ja, nou goed, ik vind de stadionversie bijna beter dan die van Mankenelis. Het spijt me. Nee, dat vind ik ook. Mankenelis, weet je, English is difficult. Ja, wel, Amsterdam. Natuurlijk. Ja, dat is wat Corny maakt. Het is ook wel weer lekker hartverwarmend. En het is ook echt door die accordeon weer heel erg Amsterdams. Ik ga ook meteen zeggen wat ik leuk vind. Ik ben een jongetje uit Amsterdam-Noord, zeg ik dan maar. Dus daar kom je al snel bij. Ik verveel me zo in Amsterdam-Noord. Harry Slinger, drukwerk uit. En dan kom je bij dit volgende liedje terecht. Ik ben in Amsterdam geboren, drie jaar achter op de Bloemgracht. Waar je in je nest kon horen, als buurman Ali maakte s'nachts. De straten waren om te spelen, we zwierven door de hele stad. We geloofden nog een heerlijk deel, we jatten appel. Op de markt in Amsterdam. Ze zeggen dat je bent veranderd. Hey Amsterdam, je kan geen goed meer doen. Maar wie dat zegt, die is geen Amsterdammer. Want Amsterdam, je bent nog net als toen. Ja, ik krijg serieus veel zin om naar de kroeg te gaan nu. Echt, hè? En man, deze, man. Deze, mooi. Ja, heel goed, zo is dat. Nee, maar serieus, ik ben het echt helemaal met Roy eens. Dit soort muziek is ook echt wat ik graag wil horen als ik bij Ajax ben. Ja. En natuurlijk is het op een Champions League avond, hè, waarbij het allemaal even wat groter is. Hè, en dan is een bla 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 met de juiste beelden erbij op de schermen. Dat is natuurlijk fantastisch. En ja, daar ga ik ook echt heel erg goed op. Maar gewoon op gemiddelde eredivisiewedstrijd thuis in de arena, ja, dan wil ik gewoon dit soort muziek. Ja, kijk, in de gemiddelde eredivisiewedstrijd thuis in de arena is inderdaad zondagmiddag 2:30 in mijn optiek nog steeds. Ja. En dan hoef ik nog geen, die ik op zaterdagavond wel heel lekker vind, Flemmen en de Braxes met Good to Go. Nee. Nee. Of Hava Nagila van de Party Animals blijft altijd de toppen. Maar volgens mij staat hij op een zwarte lijst, weet ik niet eigenlijk. Maar nou ja, dan heb je wel wat meer up-tempo, dat is lekker. Maar nee, gemiddelde eredivisiewedstrijd, doe maar een beetje kalm aan. Ja, in Amsterdam. Zeker. Ja. En weet je dat, hey Amsterdam, het is ook, weet je, Ajax verandert wel, maar er blijft toch iets in de kern zitten. En dat vind ik het lekkere van dit liedje. Ze zeggen dat je bent veranderd, maar in de kern blijven heel veel dingen gewoon goed en vast. Ja. En dan wordt die Amsterdamse muziek als altijd. Dat voor één club geldt, ja. Als je dan even alle topclubs neemt, dan ga ik heel even de loftrompet voor Ajax afsteken bij dit item. Maar het feit dat de lokale jongens nog in het eerste elftal lopen, we attractief voetbal spelen, we zeiken als we 5-0 voorstaan en we hebben niet met 7-0 of 8-0 gewonnen. Ajax is Ajax en we zijn niet overgenomen door een rijke eigenaar. We hebben mensen aan het roer staan die ons shirt hebben gedragen. Ja, kom er maar eens mee. Hè? Als je helemaal kijkt naar het voetbal om ons heen en de deelnemers die straks weer in het Champions League toernooi tegen ons gaan spelen. Ajax is de meest sexy club van de hele wereld. Zeker. Punt. Zeker. Heel goed. Kijk, die hebben we dan. Ja. Ik ga ook een keer negatief zijn over Ajax, hoor, deze komende podcastafleveringen. Ja, dat mag ook wel. Dat ze ermee wegkomen. Maar... Dat mag ook wel. We gaan ook beginnen met FC Twente, gaan we natuurlijk zondag naartoe. En dan ook een beetje een serieuze noot. Mensen, als je naar het vak opkomt, zoek wat ruimte op en ga zitten.
als we de politiek ook braaf zouden moeten volgen. En dat doen we dan maar, want wij zijn heel braaf allemaal natuurlijk. Maar Floris, dat is eigenlijk een beetje vers nieuws wat er vandaag ook kwam. En wat door de minister De Jonge natuurlijk ook werd gezegd en een beetje waarschuwend werd genoemd. Ja, hij wil dat we met z'n allen goed op onze kont blijven zitten, want... De stadionkaartjes, dat is op stoelnummer. En dat samenklitten van supporters, ja, dat kan in deze tijd niet, vindt hij. En daar valt in zekere zin natuurlijk met alles wat er aan de hand is wat voor te zeggen. Maar ga dat maar eens regelen in een stadion. Ik ben benieuwd. Nee. KNVB gaat er in ieder geval ook een waarschuwing over uitsturen. En ik weet dat Ajax ook zijn supporters gaat informeren. Dus het is wel iets wat we serieus moeten nemen in de zin van, als deze waarschuwing nu komt... Ja, we willen ook niet dat alles weer teruggedraaid wordt dadelijk. Nee, dus dat is ook zo. Nou, we gaan... Is het ook niet dat ze iets uit te leggen hebben tegen allerlei festivalorganisatoren? Die zijn natuurlijk boos en mag wel gevoetbald worden. En daar staan mensen op elkaar. Ja. En wij mogen geen feestjes organiseren. Dus in die zin snap ik dat wel. En natuurlijk, het bericht klinkt wat belachelijk in de oren. Want helemaal in een uitvak, hoe kan je nou gaan zitten? Maar ik denk wel dat iedereen er verstandig aan is om het te doen. Want ik weet niet wat de volgende uitwedstrijd na Twente is. PEC, denk ik. Ja, PEC uit. Laten we dat uitvakken. Houden aan kaart verkopen wat het nu is. En, Het is 2/3. Er is wel ruimte, maar goed. In de geest van uitsupporters is het best wel lastig, maar toch. We moeten even de oproep doen en die hebben we gedaan. We gaan het over leukere dingen hebben. Voetbal zelf, namelijk. Vorig jaar ging het allemaal niet zo makkelijk. We luisteren even naar hoe dat toen in de uitwedstrijd uiteindelijk ging. Nu de wissel. Gravenberg eraf. Huntelaar komt voor de slotfase. Ekkelenkamp loert. Klaassen heeft de bal. Komt hier de kans aan. Allaire is hier. Huntelaar en de goal. Huntelaar scoort. Wat een verhaal. Hij komt in de 88ste minuut en scoort in de 90ste. Wat een belangrijke goal. Ja. Ik krijg hier zulke Groningen uitvibes bij. Het was Twente uit hoor. En ja, klopt. Was Klaassen wederom baas. Maar ja. Ik zie die tong nog uit zijn mond. Ja, die tong uit zijn mond wapperen. Ja. Hij ging toen ook het hele veld over. Ja, hij had, het was, richting Onana ook misschien om te waarschuwen dat hij... Wie? Moest bij... Ja. Nee, oh ja, nee, sorry. Nee. Klopt. Spoel even terug. Ja, dus hij liep het hele veld over. En was daar zelf ook waanzinnig blij mee. Er kwam ook nog een derde treffer voor Ajax achteraan van dezelfde maker. Ja. Is dat niet, we hadden het net over de posities dubbel en Tjaku Makis als optie. Ja. Is stiekem Huntelaar niet diegene die Haller het alles scherps kan houden? Tuurlijk, kwalitatief zal hij weer meer ingeleverd hebben. Hè? Ja. Maar Huntelaar achter Haller, die gewoon zegt, hey gast, je moet wel presteren vriend. Ja. En als ik erin kom, dan maak ik ze. Ja, want Danilo kan die rol niet vervullen, zeg jij. Nou ja, wie weet. Weet je, die heeft vorig jaar, we hebben het nu toch over Twente. En Danilo heeft daar volgens mij zeker in het eerste seizoen zelf goed gedaan. Maar dat is niet de gretige spits. En dat moet Haller volgens mij hebben. Ja. Een gretige jongen achter hem, die ze gewoon maakt als hij ze niet maakt. En stel Danilo ik vind op. Het een hele goeie. Ik weet niet of hij heel lang in zijn moestuin bijvoorbeeld nu aan het graven is en zo. Want dan moet natuurlijk wel fit zijn, hè, natuurlijk. Nee, ja, er valt dat ook van echt, alles te zeggen om het niet te doen, hè. Want de jongen heeft inmiddels een aardige leeftijd bereikt. Maar goed. Zeker. Ja. Als we dan kijken naar de selectie van FC Twente, dan zeg ik even, ik weet er niet zo heel veel van. Ik heb gehoord dat ze 12 nieuwe spelers hebben binnengehaald. De afgelopen periode, waarvan de helft zwak, ziek of misselijk is, zeg maar. Maar Jody Lukoki. Ja. Ja. Jeetje. Ja, Tim de Klerk, die wordt er nog wel eens zwetend van wakker. Weet je dat nog? Ja, klopt. Ja, ja nee, het valt me wel op. Je hebt het lijstje even keurig voor ons neergelegd. Dat op de laatste naam na die je onlangs is toegevoegd, ik wel alle namen ken. En dat is voor een middenmotor, of misschien rechter rijtje club. Sorry, Twente. Ze hebben wel namen gehaald en ervaring. Dus als dat eenmaal fit wordt straks, dan wie weet. Ik heb geen idee, ze zullen niet meedoen om de bovenste plekken, denk ik. Nee. Maar ze zijn Heerenveen wel voorbij, als ik dit lijstje zo zie. Ja, zeker. Want Sadilek, Michael, dat is toch een speler die, daar was ook een hoop hoge verwachting bij. Flap, die is dan naar Anderlecht gegaan. Ze hebben ook een manier gevonden. Van Wolfswinkel, weet je. Volgens mij 100%. Prima spits voor zo'n club, toch? Ja. Het is nog een beetje de vraag of hij fit genoeg is aan te treden tegen Ajax. Ja. Maar dat is natuurlijk op zichzelf een hele goede aanwinst. Ja. Dus goed, Vaslav Černý, die... is dus aan het herstellen, maar nog helemaal niet wedstrijd klaar. Zonde voor de jongen. Ik vind het echt zo zonde voor de jongen. Dat blijft maar. Ja. Ja, elke keer als je denkt, hij is er nu doorheen. Ja. Nu komt hij eraan. Dan krijgt hij weer een terugslag met een... Maar aan de andere kant,
We moeten het hier niet van ons in ons broek doen. Vind ik ook niet. Vooral... Als we het ergens voor in ons broek moeten doen, is dat we om 11:15 aftrappen. En op een of andere manier krijg ik daar altijd een beetje... Wat een verschrikkelijke tijd is dat, zeg. Ja. Ja. Voor ja. ons al, moet je ja. nagaan. Ja, als je naar Duitsland moet, is dat wel erg. Ja, ja, ja. Ja. Lopen ze daar niet nog een uur achter ook? Of, ja, niet? Dat denk ik wel. En, nou ja, Kikpiri zit er ook natuurlijk nog steeds. Die zie ik niet zo snel terugkomen in Amsterdam, eerlijk gezegd. Nee. Het werd ook al een Kikpiritje soms genoemd. Iets anders dan een Frank de Boertje die het heel soms had en voor de rest heel goed kon voetballen. Maar Kikpiri gebeurt dat iets te vaak. Dus dat, die moet maar nee, die heeft volgens mij niet... Iets wat je tot een goede verdediger maakt. Dat kan het kopsterk zijn, of snelheid, of inzicht, of een inspeelpaas. Ja. Nee. Volgens mij bij al die vierde dingen denk ik... Het was een paar jaar geleden dat ze mij net gehaald hadden. Was dat in Bramberg, Am Wildkogel, hè, waar hij toen zat. Was dat heel goed te zien. Dat was ook het seizoen dat Dest doorbrak. En als je toen de trainingen bekeek langs de lijn en de positiespellen, hoe makkelijk Dest aanhaakte en totaal geen moeite had. En hoe eigenlijk het voor Kikpiri niet te doen was. Die kon totaal niet aanhaken. En dat ging echt veel en veel te snel voor hem. Nee. Ja. Klopt. Nou denk ik, Ron Jans heb ik wel redelijk hoog zitten. Ik denk dat ze ook door die blessures gewoon niet super, super, super gevaarlijk zullen zijn voor Ajax. Het moet gewoon regelmatig, behalve dat vroege tijdstip dan, wat je zegt, dit moet kunnen. Alhoewel, vorig seizoen gaf ook wel aan dat we, als we niet scherp genoeg zijn en Ajax dus niet scherp genoeg is, dat je zomaar in een probleem kunt. Het zijn wel leuke wedstrijden meestal. Ja. Daar. Ik vind sowieso de Grolsvesten vind ik persoonlijk echt een heel tof stadion. Ja. Eens, ja. Nou ja, kijk, ik helemaal, weet je, er zijn altijd wel omstandigheden waardoor Ajax bijvoorbeeld niet goed voor de dag komt. Ik kan me herinneren, vorig jaar speelden we zo rond Sinterklaas. Dan zit Ajax misschien midden in een midweekse speelronde. En dan heb je nog wel eens dat op de loer ligt dat je tegen de, zwakkere boetes moet ik het niet noemen. Twente is een serieus te nemen club. Maar even niet thuis geeft. En nu is dat excuus er, wat mij betreft, totaal niet. Je hebt de hele week weer rust gehad. De selectie is grotendeels compleet. Jij hebt misschien al wel nieuws straks, Floris, over blessure. Nou ja, nog niet. Er is deze week geen persconferentie door Erik ten Hag. Dus we moeten het straks doen met quotes die Ajax vrijgeeft op dienstkanalen. En die zijn er nog niet. Maar hoe dan ook, de selectie is groot, sterk, fit, zou je moeten zeggen. Ja. Dan zou Twente, even serieus, niet zo'n groot probleem moeten zijn. Nee. Wie zetten jullie linksback? Ja, we gaan toch maar ten Hag's 11, hè. Dat kan je ook via de app doen en dat doen we hier maar alvast in de voorbereiding. Maar linksback, ja. Ja, je wil één naam? Nou ja, ik kies... Ik weet niet hoeveel jij er wil opstellen op die plek. Nee, maar dat is ook zo. Nee, ik bedoel aan te geven, je kan meerdere kanten op. Wil je een beetje grinta in, omdat je 1-op-1 Tagliafico wil vervangen, zou je Martinez daar neer kunnen zetten. Maar ik zou eerder Rens de kans geven. Ook om aan Rens te laten blijken, joh, je bent een serieuze kandidaat op die positie. Je kan je daar verder doorontwikkelen. En rechtsback ook, net als met rechtsbuiten, daar is de spoeling wat breder. Zeg je dat zo? Ja. Dus misschien, Rens zou ik doen. Ik vind Rens ook de beste optie, hoor. Want Leeds, hè, hebben we gekeken ook. Daly stond toen ook linksback. Dat vind ik geen fijn idee meer, zeg maar. Het is een hele andere speler inmiddels ook geworden, Daly. We gaan het straks, als jullie het ook leuk vinden, toch even kort over Van Gaal hebben. En Oranje. Maar ik zou ook Daly Blind altijd gewoon in een aspositie willen hebben. Ja. En of dat dan middenveld is of centraal in de verdediging. En maar, niet meer op die linksachterkant. Maken jullie een keuze tussen of Blind of Martinez? Of stellen jullie ze alle twee op? Ik zou Rens gewoon neerzetten. Ik zou Rens inderdaad op linksback zetten. Maar los van Rens. Los van Rens. Daar komt het luxe probleem al aan het licht. Ja. Want Martinez hoort erin. Ja. Maar Blind ook. Ja. Blind zeker. Blind stel je als zeker, eerste. Ja. Blind als eerste, ja. Dan zou je met Martinez nog kunnen schuiven richting het middenveld. Waar je met Gravenberg naar rechts, Martinez op links. Ja. Maar dan heb je Alvarez weer over. Alvarez kan je nog zeggen, joh, je hebt net een hele drukke zomer achter de rug. Je bent net weer in Amsterdam. We zetten je even een keer bankie. Maar je hebt natuurlijk inderdaad een luxe probleem daar. Keuzes te over inderdaad. Ja, en Daly toch in de laatste linie wordt ook steeds iets minder aantrekkelijk door zijn snelheid die toch iets terugloopt. Waardoor hij ook zeg het niet tegen hem, hè, want dan trekt hij uit elkaar. Ja, ik vind het prima. Ja. ik ren hem er nog wel uit, denk ik, om een 4-5. Nee, dat gaat me niet lukken. Nee, ik ben het ook niet zo heel... Dat ben ik niet... niet in zoverre niet met je eens. We spelen in de Eredivisie. Dan zijn er weinig clubs die volle bak druk zetten op Ajax. Nou, dit moet Ron Jans maar even niet horen. Maar misschien dat hij dat de eerste 10 minuten nog wel doet, trouwens.
Maar Daley Blind achterin vind ik zo'n juist rust in aanvallend opzicht. Oh, nee, en Ajax is 80% van de wedstrijd aan het aanvallen. Dus daar moet je denk ik de focus op leggen. En die snelheid moet dan maar gecompenseerd worden door Timber, die naast hem staat. Ja. En als iemand zich goed kan positioneren, is het Daley Blind wel. En in balbezit vind ik hem de allerbeste van de hele Eredivisie. Eens, 100% eens. En hij hoeft niet achter Jolen Lukoki aan te rennen. Dus, nou, dat scheelt ook weer. Dat scheelt ook wel weer, toch? Op zich. Beste mensen, ik had het net even genoemd. Moeten we nog iets zeggen over Louis van Gaal? Weer terug bij Oranje. Nou ja, wat mij betreft ik heb van die persconferentie ouderwets genoten. En het was jammer dat het geen avondvullend programma was. Serieus. Maar zegt hij iets raars met de quote? Maar ik ben toch de beste kandidaat. Of iets van woorden van gelijke strekking. Ik ben toch de beste kandidaat. Ja, als ik als je binnen de Nederlandse grenzen zoekt, wel denk ik op dit moment. Maar zeker. Ja. Hij had zoiets van, als ik de KNVB was geweest, was ik ook bij mezelf uitgekomen. Ja, dat is wel een mooie redenering vanuit één perspectief. Ja, dat wat ook wel mooi was. Hij had dan al veel spelers gesproken via Zoom en dat soort kanalen. En dat hij vond van zichzelf dat hij dat met verve had gedaan. Ja. Schitterend als je dat over jezelf kunt zeggen, toch? Ja. Kijk, hij zegt, ik ben een procestrainer. Misschien is dat het laatste wat we erover moeten zeggen. En hij neemt een risico, vindt hij zelf. Nou, dat zijn allemaal best wel zinnige dingen. Maar toch, als voorbeeld, die wissel die hij dan deed op een goed moment met Krul in de penalty-serie in Brazilië. Costa Rica was het, naar ik meen. Ja. Dat zijn dingen, die ga je echt niet 6 weken van tevoren al verzinnen. En hij moet nu snel, en hij moet een list verzinnen. En ik vind hem daar juist dus eigenlijk volgens mij ook wel heel sterk in. Om gewoon een plan te maken. En dat plan is zo helder als glas. En het precies op het juiste moment ook te communiceren en er wat mee te doen. Dus, Nou, goed. Nou, of een open deur maar even in te trappen. Deze 3 wedstrijden zijn cruciaal natuurlijk. Nee, maar het is natuurlijk wel zo. Op papier niet de sterkste tegenstanders. Noorwegen, natuurlijk, er zit een hoop talenten bij. Ja. Turkije speel je thuis. Vorige keer was het heel lastig, maar dan speel je in de heksenketel in het Turkse. Hoewel er geen publiek bij was. Valt dan gewoon het woordje heksenketel in deze podcast? Ja, heksenketel. Ja, heksenketel bij deze. Nee, maar je hebt volgens mij ook voor Nederland zelf al. Iedereen is nu fit. Van Dijk is er weer bij. Klopt. Maar volgens mij hebben we een Ajax Live podcast. Moeten we dit ook. Ja, klopt. Laten we doorgaan ook naar. We hebben ook een fameuze agenda, als jullie dat allemaal maar goed vinden. Let op de site, want naar Zwolle gaat een autocombi, er komt informatie over. En ook weer bussen. Kaartverkoop voor de wakkere mensen zaterdag al om 10 uur, dat is dus morgen. 315 kaartjes. De Kids Tour is vandaag ook eentje. Ik hoorde dat Rob Witsche. Gewoon was er, Floris. Ja, die sprak de kindjes toe. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. Je kunt je afvragen of de kinderen weten wie Rob Witsche is. Maar dan is het voor de aanwezige papa's en mama's vast heel leuk dat hij er staat. Pizza! Ja. Zo is dat. Zo, SDW. Het is natuurlijk een heerlijke, fijne Amsterdamse club. En er komen meer kids tours aan. Kijk gewoon over ajaxkidsclub.nl. En daar zie je het allemaal staan. Ajaxkidstour.nl. Ajaxkidstour. Ja. Ja, die is nog scherper, want het staat wel op ajaxkidsclub.nl, maar een laag dieper en dus directer inderdaad Ajax Kids Tour. Hele goeie, Floris. Wat we dan donderdag krijgen, willen we daar al iets over zeggen? Daar gaan we sowieso volgende week heel veel over zeggen, wat mij betreft. Ja. Maar die loting. Ja. Dat vind ik altijd mooi. Ja, kijk je daar niet altijd heel erg naar uit ook, Floris? Ja, ontzettend. Ja, serieus, ja. Het moment dat de eerste namen bekend worden, dan staat vliegtickets.nl open. En je gaat natuurlijk zoeken, kijken. Het is natuurlijk wel interessant om te kijken waar we als supporters allemaal wel of niet heen mogen. En hoe makkelijk dat wordt, al dan niet. Maar ja, nee, dat is wel iets om naar uit te kijken. Ja, klopt. We hebben precies hetzelfde. Met een vriendengroep, dat zal heel herkenbaar zijn. Heb je allerlei verschillende vliegsites open. Ja. En wie gaat waar wel heen en wie niet. En welke weken vallen er voor bepaalde personen weg. Dus een enorme puzzel altijd om te leggen, om dat allemaal weer te plannen. Maar ik ben zelf, en daar voel me daar altijd een beetje een loner in. Het liefst een sterke pool. Ja. Toch? Ja, je wil eigenlijk natuurlijk ver komen in de Champions League. Maar er is geen enkele garantie dat wij clubs als Porto makkelijker kunnen hebben dan Liverpool. Nee, ik ben het 100% eens. Dan heb ik liever goede affiches met mooie steden waar je naartoe kan. Ja. Of ook mooie support als het hier in de arena is. Affiches waar je echt naar uitkijkt. Doe mij maar weer de pools des doods. Vind ik heerlijk. Ajax heeft aangetoond dat ze dat ook prima kunnen. En kunnen wij toch als verwende Ajax hier een club noemen die we niet willen hebben? Bij die loting? Nee, ik
moet je heel eerlijk zeggen dat ik ook nog niet heel erg in zit. Ze hebben straks natuurlijk, komende week zal dat vast gaan gebeuren met potindelingen en zo. Mm-hmm. En dan ga je natuurlijk een beetje je voorkeur zien. Ja. Paris Saint-Germain lijkt me niet de ploeg nu om tegen te willen spelen. Hoewel, qua affiche, dat dan wel weer een mooie. Ja, maar qua het wedstrijd voor supporters is ook niet. Nee, klopt. Voor supporters is het echt geen fijne. Frankrijk sowieso. Nee, ik denk Real Madrid maar even niet of zo. Nee, ja, ook die hebben ook dat soort clubs. Ook dat weer voor supporters. Ja, weet je, ja, het klinkt, jezus, wat klinkt dit verwend. Maar dan heb je ook wel zoiets, ja, Madrid hebben we al gezien. Ja, en dat bedoelde ik met verwend. Ja, nee, maar hoe verwend kun je klinken? Sorry. Ja, dus doe dan Liverpool nog maar een keer. Ja, dat lijkt me echt een prima idee. Die hebben we vorig jaar gehad en eindelijk Liverpool. Ja, dan mogen er geen fans zijn. En als nou iets een stad is waar je graag met voetbalfans bent. Ja. We hebben het net natuurlijk heel lang over muziek gehad. Ja. Nou, als je die twee combineert, muziek en voetbal, dan kom je in Liverpool uit. 100%. Dat vind ik ook. En het, weet je, volle stadions naar nu ook. Echt volle bak. Ja, Ajax Live podcast, maar ik kijk toch een schuin nog ook Premier League en alle andere leagues erom. Het is echt weer vol erop daar. Ja, tof. Dus, Engeland is sowieso altijd de heilige graal omheen te gaan met de groep. Heel goed. Willen jullie nog, voordat we gaan naar de winnares, het is een winnares, van de vorige winnen met Walker. Wil je nog iets kwijt over Jong of over de Ajax vrouwen? Nou, Jong misschien, eventueel. Vandaag, hè, straks. Ja. Want we nemen dit op de vrijdag, lieve mensen. Den Bosch uit. En ja, niet echt. En als ik dan toch iets moet noemen, dan zijn het toch wel de jongens waarbij je al tijdenlang reikhalzend uitkijkt van wanneer sluiten ze aan bij het eerste. Vorige week door jullie ook al eventjes besproken. Linksback Salah Edine bijvoorbeeld. Nou, ja. Het is wachten dat die jongen misschien fit is en wat meer speelminuten krijgt. Maar Sontje Hansen en Natje Univar, dat waren toch de twee kroonjuwelen van een jaar of twee geleden die eraan kwamen. Ja. Duurt lang, hè? Ja, Sontje Hansen zat op de bank ook de vorige wedstrijd natuurlijk. Tegen Dordrecht al. Ja. En maakt ook helemaal niet het verschil, helaas, als hij invalt. Vond ik echt jammer. Echt heel jammer. Univar zat nog op de tribune zelfs, maar die komt terug van een zware blessure, knieblessure. Dus. Ja. Maar inderdaad, dat kan heel snel ook weer vergaan, zeg maar. Hè? Dat hele talentengevoel. Zeker. En zo zie je maar weer. Je hebt wel een aantal spelers ook gesproken de laatste maanden. Die bijvoorbeeld ook Traoré, die heeft het ook al gezegd hoe belangrijk Jong Ajax voor zijn ontwikkeling was. Als je in de keukenkampioendivisie terechtkomt om dan tegen toch wat van die grote verdedigers op te beuken. En ja, daar moeten een Natje Univar en een Sontje Hansen wel even uit een ander vaartje tappen. Is dat een kwestie van geduld dan ook bij de jongens, denk je? Dat ze denken van, nou, we zijn er nu. We gaan nu naar het eerste doorstoot en we willen niet ons op maandagavond nog geduld sowieso. Maar als je kijkt naar Frenkie de Jong en bijvoorbeeld Donny van der Beek. Hoeveel wedstrijden die in Jong hebben gespeeld voordat ze uiteindelijk bij één terechtkwamen. Ja. Dat vergeten mensen wel eens. Maar. Ja. Nou ja, dus die hebben het geduld gehad om die stap nog te maken. En nou, mocht je luisteren, Sontje. Ja. Laat je zien vanavond. Vooralsnog is, als ik socials moet geloven, vooral de Jay Gorter-hype behoorlijk aan. Hè? Die is heel erg aan, ja. En dat vind ik ook op basis van de beelden die ik heb gezien. Tegen ADO Den Haag, die eerste wedstrijd, had hij ook een paar fenomenale reddingen. Het is er eentje die echt headfirst, niets ontziend, volledig in die duels ook gaat in zijn eigen 16 meter. Mooi, ja. Maar ook tegen Dordrecht haalt hij een paar ballen er schitterend uit. Dus ja, die solliciteert, denk ik, als eerste gaat hij bij Ten Hag aankloppen en zeggen van trainer. Ja, maar ook daarin, net als bij Berghuis, even geduld. Weet je komt net van een andere club, je komt van Go Ahead. Helemaal geen probleem om even een halfjaartje Jong Ajax je minuten te maken. Ja, en in de winterstop proberen je plekken langzaam maar zeker te gaan veroveren. Misschien een winterstop mee op trainingskamp. En als die jongen het goed blijft doen, dan gaat hij eerste keeper worden. Ja, die jongen voelt zich een kind in de snoepwinkel. Dat is natuurlijk op het top Ajax ziet ook. Ja, mooi interview ook in jullie blad. Hij wil eigenlijk het liefst op de snoepwinkel gaan passen, zei hij. Ja, de bars voor de goede quote. Ja, het zijn wel goede teksten, ja. Nou, kom maar door. Laat zien. Ja, laat me zien, toch? Goed, we gaan over, als jullie het goed vinden, hoor, naar winnen, 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 dames en heren. De vorige keer, de Hugo, winnen met Walker, is gewonnen uiteindelijk door Rama Hordijk. Rama, hartstikke gefeliciteerd met het mooie tenue van Lucky. Het is wel twee keer XL, maar dat maakt allemaal niet uit. Ik denk dat Rama er heel blij mee is. Søren Lerby was het antwoord en dat was echt niet makkelijk. Ik zeg je, deze keer wordt het wederom niet makkelijk. Maar ja, goed, er is ook een hele mooie prijs. Lasse Schöne, bij NEC natuurlijk kippenvel wat mij betreft. Op het moment dat hij wisselde komt. En dat vond ik al, weet je, misschien was hij er niet eens
kon hij die 90 minuten wel volmaken. Maar was hij nog helemaal niet klaar voor die wissel. Maar dat die trainer het toch doet, vind ik fijn. Ja, mooi. Want dat was echt mooi. Verdiende hij. Ja, die trainer wist ook wel wat het teweeg zou brengen. Ja. Dus we hebben een hele mooie afscheidslijst van Lars Schöne voor de winnaar van deze Winnen met Walker. Het is wel weer een lastige, zeg ik je. Er zit een introotje voor van Hugo Walker himself. En dan horen we het hele fragment. Jong, paas op Bergkamp is goed. Een lop, een goal. Oh, wat is hij mooi. Wat is hij mooi. Fischer. Ja, hij mag niet mopperen. Vrije trap, nee. Hier heb je zijn vrije trap. Tja, hoe kun je hem zo vrij laten? Ja, en wie is dat dan die zo vrij werd gelaten? Het is een vrij lang fragment, maar we doen het toch maar één keer. Want ik denk ook wel dat mensen er nog wel behoefte aan hebben. Komt hij nog een keer. Fischer. Ja, hij mag niet mopperen. Vrije trap, nee. Hier is een vrije trap. Tja, hoe kun je hem zo vrij laten? Ja, dit is het. Nou, mocht je nou weten wie het is, mail dan naar redactie@svajax.nl. Lidnummer even opschrijven, postcode ook. En je naam is ook handig op zich. En dan weten we wie je bent. En dan kun je dus die hele prachtige afscheidslijst van Lasse Schöne winnen. Heeft hij er een krabbeltje op gezet ook? Hij heeft er ook nog een krabbel op gezet, kijk, ja. Kijk. Dus dat ja, is dit fragment wat Hugo Walker zelf inspreekt, dat is wat makkelijker dan, dan het good old Theo Reitsma volgens mij die het fragment zeker deed. Met wel een goede commentaarstem. Ja, Victor Fischer. Ja, je weet in ieder geval in welke, ongeveer in welke seizoen je het moet zoeken. Maar ik zou het zo 1, 2, 3 niet weten. Nee. Ik ga één ding verklappen toch, voor de mensen thuis. Het is toch even, weet je, het is lekker. Het is de derde shirt vandaag en we zitten er goed in. Het is een uitwedstrijd, lieve mensen. Nee, nu weet ik het meteen. Helpt geen moer, hè? Die van Hugo Walker trouwens. Met de loppen is die mooi. Ja. Ik denk dat heel veel mensen denken aan die stift tegen RKC. Maar dat is hem volgens mij niet. Nee, volgens mij is het de lop tegen MVV. Ja. MVV. Uit bij MVV. Dus mooi. Dat is het antwoord dus niet. Dat is dus het antwoord intro. Niet. Nee. Je kunt de podcast ook nog iets terugspoelen mocht je hem 6 keer willen horen. En weet je, ga niet huilen als je niet weet. Want het is gewoon heel moeilijk. Het is echt moeilijk. Moet ook. Roy, moeten we de mensen nog iets meegeven voor het weekend? Nou, nee, wij staan hier aan een biertje. En ik zou ik de rest ook willen aanraden. Trek een biertje open. Doe je derde shirt aan. Ja. Zet Bob Marley aan. Gebruik Nee, dat ga ik niet zeggen. en geniet. Zet de wekker op tijd zondag. Want voor je weet is die wedstrijd dan weer afgelopen. Kijk, broodje benen maakt een hoop goed op het uitvak. Dus dat is wel even lekker voor je. Het is wel een lunchtijd als die wedstrijd begint natuurlijk. Dus je zal, ik neem aan dat de mensen die aankomen wel honger hebben. Ja, maar je moet hem dus zittend opeten, het broodje benen. Ja, zittend. Dus knoei je op je schoot. Ik hoop wel dat ze de broodjes verbeterd hebben. Want zouden ooit in de grosvesten echt goede broodjes benen op een stevig broodje. Ja. Maar die stevige broodjes gingen op een gegeven moment, het werden slappe broodjes. Slappe hap. En dan lag inderdaad de hele inhoud van je broodje op je schoot. Jammer. Ja. Misschien dat jullie bussen een voorraad broodjes mee kunnen nemen. Ja, misschien afgeven. Nee, dit horen ze nog op tijd. Dit gaat helemaal goed komen. Jawel, hè? Dat horen ze in Twente echt. In Chile horen ze dit allemaal op tijd. Floris, dankjewel. Roy, goed dat je erbij bent. Dankjewel. We gaan volgende week gewoon ook weer vrolijk verder. Hoppa, zeker. Goed dat je erbij bent. Echt als de luisteraar dat ook vindt, dan ben ik er graag weer bij. Ja, dat denk ik wel.